We gaan het hebben over Black Desert Online. Bij GameKings houden we eigenlijk 3 MMO's vanwege de tijd die het kost een beetje in de gaten. Dat is natuurlijk World of Warcraft, Steven, Elder Scrolls Online. Daar zitten Daan en Jelle wat meer in. En we hebben Black Desert Online wat af en toe bij ons voorbij komt. Het zijn tijdrovende grote MMO's zo af en toe dan gewoon even in de spotlight worden gezet. Dit keer natuurlijk omdat er een nieuwe DLC uit is voor de PC. De consoleversie van deze DLC die komt later. Het is op dit moment alleen voor de PC. Het is Land of the Morning Light. En Steven is er al een aantal dagen mee bezig. Laten we even beginnen met het begin. Voor de mensen die misschien Black Desert Online niet kennen of niet helemaal weten waar het staat. De grote 3, World of Warcraft, ESO en Black Desert Online. Wat zijn de verschillende typen? Hoe kun je ze verschillend typeren? Ja, en Final Fantasy natuurlijk. En Final Fantasy, oké. Nemen we die er ook nog bij? Final Fantasy lijkt me het meest verschillend. Dat het echt totaal anders of ook weer niet. Ja? Nee. Nee? Nee, ja, het hangt er een beetje af op basis van wat je kwalificeert. Mm-hmm. Maar ik denk dat World of Warcraft en Final Fantasy het meest met elkaar concurreren. Ja. Omdat die met name qua PvE endgame, dus zeg maar wel een co-op met andere spelers, maar tegen de computer de meest uitgewerkte endgame hebben. Mm-hmm. ESO is toch wat meer zijn eigen ding, omdat het wel echt een MMO is, maar het tegelijkertijd wel echt ook aanvoelt als een Elder Scrolls game. Ja. En Black Desert, Koreaanse MMO, sowieso natuurlijk een iets andere stijl daardoor. Ja. Maar dit is een game die best wel wat dingen anders doet. Mm-hmm. Met name wat er gebeurt als jij in die endgame loop zit. Ik bedoel, het levelen en de gameplay heeft misschien wel wat meer overeenkomsten met ESO, omdat het afhankelijk van de class die je speelt best wel actiegeoriënteerd kan zijn. Ja. Maar er zitten niet grote raids in en dungeons. Dus die endgame draait eigenlijk wat dan de sterke punten zijn die overeind blijven. PvP tegen andere spelers. En uitgebreide crafting en trading opties om gewoon op die manier iets op te bouwen. Echt wel behoorlijk diep. Mm-hmm. Dus ja, dat zijn eigenlijk best wel hele andere mensen die het aanspreekt. Ja. Type spelers, type gameplay. Het is niet zozeer dat al die 4 games op dezelfde persoon mikken. Het is toch echt wel vrij divers. Ja, omdat los van dat het, dat hebben we tijdens vorige besprekingen van de game ook wel gezegd. Weet je, het is altijd tof om als zo'n game goed gedaan is, om mm-hmm. gewoon de leveling experience te doen. Als een MMO goed in elkaar steekt. Weet je, het zijn grote werelden. De classes zijn tof. Dus dat is altijd interessant genoeg. Ja. Maar wil je echt in die endgame loop terechtkomen en gegrepen worden, dan moet wat daar te vinden is jou aanspreken. En dat is dus bij deze game wel echt anders dan bij een Final Fantasy en een World of Warcraft. Ja. Is het correct of is het vreemd als ik zeg dat ik van die 4 Black Desert wel een van de mooiste meer wat graphics vindt hebben qua realist. Ik bedoel, Warcraft is natuurlijk al heel oud. Heeft ook een bepaald stijltje meer cartoony. Ja. ESO is heel erg Bethesda. Vind ik in sommige opstanden ook wat meer verouderd ogen. Terwijl Absoluut. Black Desert best wel flashy is. Absoluut. Dat is ook iets wat je eigenlijk overal terug ziet komen. De mensen die het actief spelen en de content creators. Weet je, iedereen die haalt aan, het is een game die er goed uitziet. Ja. Betekent niet dat er niet gebieden zijn waarop het een beetje rammelt. Eigenlijk, weet je, als je zo rondloopt, die wereld is echt super tof. Ja. De character models zijn heel mooi. Alleen wat je bijvoorbeeld wel merkt, is dat cutscenes, het wordt een beetje marionettenspel. Ja. Weet je, het is een beetje levensloos. En het is wel echt een ding dat er nu veel meer focus zit op het verhaal. Ja. Vergeleken met de vorige expansions, mm-hmm. DLC's, et cetera. Ook echt liefhebbers van de franchise die het heel veel spelen, die kaarten wel eens aan van het verhaal kan me gestolen worden. Het is gewoon niet zo goed uitgewerkt als je dat gewend bent van sommige andere games.
Ja, weet je, je ziet het aan de armen en bepaalde animaties. Het is gewoon een beetje clunky, maar ja, de graphics zelf, weet je, zijn gewoon mooi gedaan. Het is wel zo, en dat is ook iets. Het is natuurlijk een issue wat eigenlijk al die verschillende MMO's hebben. En dat is ook de reden waarom de verschillende bedrijven af en toe aan ons vragen van, hey, kun je hem weer eventjes in de picture zetten? Wat we graag doen. Omdat we een aantal mensen bij ons deze games ook zelf spelen. Is natuurlijk van, je hebt je hardcore fanbase. En jij bent bijvoorbeeld iemand die World of Warcraft of een Destiny graag speelt. En dat doe je dan met tijden, weet je. Dus je hebt een periode, dan speel je bijvoorbeeld als een nieuwe expansie van World of Warcraft, dan speel je dat fanatiek. Op een gegeven moment heb je de endgame heb je bereikt en dan laat je het liggen en dan pak je het bijvoorbeeld bij iets nieuws weer op. Daarvoor is deze DLC natuurlijk ook heel belangrijk. Er komt nieuwe loot, nieuwe gedeeltes komt eruit. Het is een nieuw land waar je naartoe gaat, een nieuwe area. Aan de andere kant hebben ze natuurlijk ook nog, ze willen nieuwkomers binnenhalen. En het probleem altijd bij nieuwkomers van MMO, dat is wat je ook vaak in de chat bij ons altijd ziet, is van, ja man, jeez man, die game die is al zo, ik kom daar nooit meer in. En het lijkt erop dat ze bij de makers van Black Desert Online echt nu nog wat meer moeite dan normaal hebben gedaan om jou als beginnende speler ook daadwerkelijk een goede ervaring te geven. Dat je niet, dat het zo complex is dat je niet meer snapt, dat je een verhaallijn snapt waar je eigenlijk voorkennis voor nodig hebt. Dat hoeft hier allemaal niet. En wie weet daarom ook wel iets meer die focus op een verhaal. Omdat dat misschien voor een nieuwkomer, iemand die feitelijk gewoon wat meer een RPG-achtig iets wil spelen, wat fijner is. Ja. Ja, je merkt sowieso dat er best wel wat verschillen zijn in, ja, wat toch echt wel een redelijke hardcore Koreaanse MMO is. Mm-hmm. En wat wij gewend zijn, kijk, als je ook gaat kijken, weet je, het zit hier bomvol met allemaal zoveel minuutjes. De hele interface is echt heel hoogdrempelig. Het blijft natuurlijk voor een specifieke doelgroep. Ik bedoel, als jij bij wijze van spreken een RPG light liefhebber bent, dan dit is wel een stuk uitgebreider. Ja, absoluut. En kijk, er zitten ook dingen in. Je hebt, weet je, als je je character gaat opbouwen, je hebt life skills en je gear progression. Er zit een element in. Ik ben trouwens aan het kletsen, dus ik heb geen idee wat ik hier moet doen. Ik heb niks gelezen. Nee. Dus ik was eigenlijk gewoon een beetje aan het rondlopen om de wereld te laten zien. Wie weet kom je wel eens iets maar, tegen. Maar er zit een element in dat als jij gear gaat upgraden en je hebt bijvoorbeeld heel lang voor materials gefarmd. Mm-hmm. Er zit een kanselement bij. Dus het kan zomaar gebeuren dat als jij heel lang bezig bent geweest met gear verzamelen, iets upgraden, dat het mislukt en dat jouw gear minder goed is na al je moeite dan daarvoor. En dat is iets, ja, er zijn een heleboel mensen ook die haken daarbij af. Weet je, er zitten gewoon andere gameplay keuzes in, mm-hmm, overduidelijk dan bij de grotere MMO's die in het Westen ook heel succesvol zijn. Ja. En ja, wat ik al zei, er zitten best wel veel UI-elementen in. Je hebt echt heel veel extra opties. Er zitten ook, wat je bij best wel veel Aziatische games ziet, dat is de echt wat meer gangbare formule. Je hebt zo'n kalender, daily log in bonuses. Mm-hmm. Natuurlijk ook een store met heel veel elementen die je kan kopen. Ja, dat, weet je, dat is echt typisch wat meer een Aziatische template. Maar wel iets, als je een MMO gaat spelen, wil je juist ook dagelijks bezig gehouden. Wil je dagelijks dingen kunnen meemaken. Absoluut. En het grappige is altijd van, er is best wel weinig overloop. Ik bedoel, het is niet zo dat bijvoorbeeld, ik ga nu helemaal overstappen naar ESO. Of een ESO-speler die zegt, ik ga nu helemaal full-on Black Desert Online. Iedereen heeft zo zijn eigen fanbase. Juist omdat de gameplay tussen die vier best wel verschillend is. En dat bijvoorbeeld een bepaalde stijl het ligt. Denk, is dit bijvoorbeeld ook een van de makkelijker erin te komen MMO's? Als je dit nog nooit een MMO hebt gespeeld? Want dat is wel de bedoel. Van je, dit kan je gewoon, je kan Black Desert Online kun je gewoon vanuit daar beginnen, maar je kunt ook gewoon beginnen met de DLC. En dan begin je gewoon daar met level 1. En dan
Absoluut. Gaat het helemaal verder goed komen. Als je denkt waarom ik zo gek beweeg, ik kan niet verder naar rechts draaien met mijn muis. Oké. Okay. Dus ik maak soms een gek rondje. Maakt niet uit. Nou ja, ik ben nu ook voor deze DLC weer een nieuwe character begonnen. Ja. En dat kan inderdaad super makkelijk. Dus je, mensen hebben heel vaak het idee dat je bij MMO's niet makkelijk nog jaren later kan instappen. Maar juist iedere keer als er nieuwe content komt, ja, gaat het zo makkelijk. Omdat, zeker ook als de renewed gear komt. Tuurlijk zijn er spelers die, weet je, die hebben alles en die zijn verder dan jij. Maar je kan nog heel makkelijk gewoon een nieuwe character maken en gewoon erin rollen. Dat, ja, dat kan echt altijd. Waar gaat deze nieuwe DLC over? Want hij is ook wel behoorlijk gebaseerd op de Koreaanse mythes, als het ware. Ja, je hebt als je op dit nieuwe gebied gaat spelen, je hebt hier 8 storylines die je kan volgen. Ja. En het zijn inderdaad... zijn boss rushes, of noemen ze dat of zoiets? Ja, dat is de gameplay die erachter zit. Maar ze hebben echt 8 traditioneel westerse of Aziatische verhalen genomen. Weet je, een love story, een ghost story. Het zijn allemaal best wel traditionele verhalen. Speel je in 1-2 uur doorheen. En ieder van die verhalen heeft een grote boss aan het eind. En als je die eenmaal hebt unlocked, kan je die ook wekelijks als boss rush doen. En ja, wat ik al eerder zei, je hebt niet zoals bij Final Fantasy en World of Warcraft echt een hele diepe PvE endgame. Dat je allemaal raids en dungeons hebt die je iedere week kan doen. Je hebt grind zones en mensen zijn bezig met die life skills en PvP. Maar nu heb je dus, en dat is wel echt een toffe toevoeging, 8 boss rushes die je wekelijks kan doen voor loot. Ja, maakt het op zich ook wel weer... behapbaar. Ik bedoel, volgens mij is er ook een bepaalde... je kunt niet zeg maar op één dag al die boss rushes achter elkaar doen. Op een gegeven moment zeggen ze van oké, je moet nu even wachten voor de volgende. Om er ook voor te zorgen dat je... Ja, dit is een MMO die je ook gewoon een paar uurtjes zou kunnen spelen. Of je zou één boss rush op een dag kunnen doen. Ja, absoluut. Maar het timegaten van content, dat doet iedere game. Dat doet iedere game, ja. Want als je... Anders gaan mensen er te snel doorheen. Ja, als je iedere dag al die bossen zou kunnen farmen, ja dan gearen mensen te snel. En, elke online game die remt de community af. Oké. Okay. Anders gaat het gewoon. Het is non-lineair. Dat betekent dat je gewoon zelf kan kiezen wat je de volgorde gaat doen. Wat je bent goed bekend in MMO-land. Je hebt ook zeker je voorkeuren. Je hebt de dingen die je niet tof vindt. Wat vind jij dan tof aan Black Desert Online als MMO-franchise? Wat zijn de dingen die voor jou zegt van oké, maar dit vind ik vet? Nou ja, sowieso, waar we het al even kort over hadden, het heeft echt een eigen grafische identiteit vergeleken met de andere MMO's. De characters hebben echt iets Dead or Alive-achtigs. De classes zijn erg cool. Ik probeer wanhopig ergens iets te vinden om op te schieten. Maar het is gewoon echt een wat meer actiegeoriënteerde MMO. Ja. En het speelt gewoon wat dat betreft heel flashy. Er zitten heel veel classes in. Het is ook allemaal... Kijk, dit is dan een ranger. Maar er zitten ook veel minder gangbare classes bij. Dus het is niet standaard warrior, rogue. Je komt echt wel wat verrassende opties tegen. PvP is erg leuk daardoor. Dus gewoon tegen andere mensen spelen. Dat, dat werkt erg goed. Ja. Het is gewoon net weer even wat anders. Het voelt gewoon wel als een eigen MMO. En ook weet je, de cutscenes die er zijn. Het is heel Aziatisch. Ik hou sowieso van, weet je, kijk, heel veel Chinese films, noem maar op. Dus het hele sfeertje en stijltje vind ik heel cool gedaan. Zeker als je hier bij die dorpjes bent en je spreekt gewoon de NPC's. Het is, ja, ik weet niet. Ik vind het een fijne stijl. Dus ja. Ik had het iedere keer ook als ik weer erin dook. Het is gewoon een hele relaxte game om te spelen. Ja. Los van als je endgame PvP doet en hectiek. Maar gewoon een beetje rondlopen, op het paard rijden, dorpjes ingaan. Ja.
Het is gewoon chill. Is het ook, wat heel, heel belangrijk bij de MMO is en waar veel MMO's stuk op zijn gegaan, is natuurlijk het onderhoud van servers. Het feit dat je gewoon altijd online kan. Het feit dat content wordt geüpdate, al dat soort dingen. Nou ja, we weten allemaal, Blizzard is daar koning in. Bethesda heeft zeker ook wel zijn naam daarin verdiend. Hoe zit het met Black Desert Online? Ben jij problemen de afgelopen weken? Nee, zeker niet qua, qua servers. Nee. Wat ik zeg, het is vooral heel overweldigend misschien in het begin. Kijk, als je eenmaal je characters hebt gemaakt, dan staat alles. Mm-hmm. Maar je hebt echt zoveel servers. En de character customization van Black Desert Online is befaamd. Hè? Je kan extreem uitgebreid. Completely anal gaan op wat je kunt maken. Ja. Is dat iets wat jij doet of... Je houdt daar wel van, hè? Ja, ik ben wel echt een paar uur bezig voordat ik uiteindelijk een keer... ook met de beste voornemens kom ik daar niet sneller doorheen. Nee. Maar wat ik zeg, het enige is, hij is soms, en dat zit meer bij cutscenes, dat er, weet je, er is wat texture pop-up, mm-hmm. of dat ze low-res inladen en naar high-res springen na een tijdje. Opeens tussen twee cutscenes dat er even een paar frames naar jouw character die staat te wachten ergens schakelt. Wat dat betreft mist het hier en daar wat polish. De character models die bewegen een beetje onnatuurlijk. En wat ik zeg, het wordt een beetje een marionettenspel soms. Maar ja, weet je, voor de rest, servers heb ik eigenlijk nooit gezeik mee gehad. Iets waar Bungie nog redelijk wat steken laat vallen. Ja. Zeker de laatste tijd. Dus dan, ja... Vrij betrouwbare partijen. Ja, wat dat betreft doen ze het wel heel netjes. Ja. Nou, er komt in ieder geval flink wat bonus content ook deze hele summer door. Dat is alleen maar mooi wat dat betreft. En mocht je nou het gevoel hebben van, hey, maar ik vind dit wel tof. Ik zou dit wel eens willen proberen. Dan hebben wij een mooi linkje in ieder geval in de tekst bij de video staan. Met behulp van dat linkje kun je 7 dagen gratis aan de slag met de base game en de DLC. Je mag beide proberen. Dat maakt niet uit. Je kunt dus meteen met de DLC starten of met de base game. Dat is wel PC. Wat ik al zeg, PC. Laat het even duidelijk zijn, want de consoleversie komt later nog. Wat zou je dan mensen aanraden als ze gratis gaan spelen? Beginnen met de base game of in deze DLC stappen? Ik zou in de DLC stappen, persoonlijk. Ja? Is er ook wel echt een beetje... voor gemaakt, hè, met dat verhaal en dat soort dingen allemaal. En... ja, en wat ik al zeg, weet je, zeker voor westerse begrippen, er zijn zoveel mensen die zeggen van ja, weet je, nu was het verhaal wel leuk om te volgen. Voorheen, weet je, was het cool, maar je moest niet proberen er een zinnig verhaal van te maken of het aan elkaar te willen knopen. Dat wordt toch op een iets andere manier verteld dan wat wij gewend zijn en daar ging het allemaal niet om. En je merkt sowieso, weet je, de game is stiekem ook alweer een tijdje. Ja. En de nieuwste DLC is gewoon het meest polish. Ja. Dus daar heb je gewoon de modernere ervaring. Exact. Nou ja, plus dus die 8 verschillende bazen verhalen die je kunt kiezen. Die elke keer een mooi behapbaar verhaal bieden. Waardoor je dat binnen die 7 dagen zou je ze alle 8 kunnen uitspelen. Wat ik zeg, van je bent 7 dagen aan de slag. Ongeveer per baas 2-3 uur. Nou is Steven wel wat meer geoefend dan iemand die echt opnieuw gaat beginnen. Maar probeer het gewoon even uit. Daar is dat linkje voor. Over een bepaalde tijd zullen we zeker wel weer een keertje terug gaan komen op Black Desert Online.